dan moet ik in zo'n niet al te leuke wagen wezen, die wij vrouwen eigenlijk niet zo fijn vinden. Het is simpel, het is makkelijk, maar wel lekker en goedkoop. 99 cent, en dan heb je twee van die dingen. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag en dan leven wij op 5 november om 17 minuten over 10. Ja, waarom ik er zo vroeg uit ben voor mijn doen? Nou ja, ik moet om 12 uur ergens wezen en voor die tijd wil ik een bak koffie op gehad hebben. Ik wil een broodje gegeten hebben, ik moet rijken uitgelaten hebben. Want ja, dan moet ik in zo'n niet al te leuke wagen wezen, die wij vrouwen eigenlijk niet zo fijn vinden. Mannen, ja, die hebben dat niet nodig, kennelijk, terwijl ze het ook kunnen krijgen. En dat heet borstkankeronderzoek. Ja, waarom een man niet dat hoeft. Ja, misschien moeten ze het op een andere plek doen. Ik heb er nog nooit over gehoord trouwens. Maar ik weet wel degelijk dat een man ook borstkanker kan krijgen. Maar ze hebben geen echte borsten zoals bij vrouwen. Maar ze hebben het wel. Dus ja, ze kunnen het ook krijgen. Simpel. Ik heb toch al eens een keer eentje gekend. Die is daar ook aan overleden. Dat was ook helemaal uitgezaaid, et cetera. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Ik vind het al verdrietig genoeg. En want het meisje is ook overleden aan kanker. Ja, en het is vreselijk. Dat kregen we gisteren te horen. Ze eerst is vanmiddag was overleden. Dus ja, verdrietig genoeg allemaal. Ik heb haar nog in mijn armen vastgehouden. Ik heb haar nog verzorgd. Ik heb haar nog luien gegeven. De zusje ook. En ook al die andere zusjes en broertje en de broertje. Het hele gezin heb ik geholpen. Ja, midden in de nacht werd ik gebeld, kun je komen helpen, want ik sta met mijn handen in het haar, ik weet niet meer wat ik doen moet. Nou ja, dan ga je, die eigen gezin ligt toch rustig te slapen en dan ga je, pak je fiets maar weer, weet je. Je bent op de wereld om elkaar te helpen en dan doe je dat, vooral als je van elkaar vrienden bent en van elkaar houdt, dan doe je dat helemaal. Maar ja, trap in je rug krijg je na. Dus ja, dat is meestal zo. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het gekke vreemde rare weer. Dan schijnt de zon volop, dan is de lucht helemaal sprankelend blauw. Vanochtend heb ik dat al gezien. En nou is het bewolkt in een heel waterig zonnetje. Vreemd, maar oké. Ik wens jullie ook natuurlijk van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Rijka, die ligt daar op de bank. Kandalf, die zit in de gang te eten. Rijka heeft altijd eten staan, brokken. En die krijgt pas 's avonds krijgt ze natvoer. Dus ja, dat hoeft nou niet. Dat pas voor in de avonduurtjes. Hé, joh. Maar ik ga er nou als eerste even de stekker in de stopcontact doen. Dan kan ik koffie zetten, ja. Maar dat kan ik nou nog niet bij. Nee, dan ben ik uit beeld. Maar dan kan ik koffie zetten, dan kan ik koffie inschenken en dan kan ik eerst weg. En als ik dan terugkom, dan is de koffie afgekoeld. Dan kan ik er gelijk op drinken en dan nog een bak koffie gelijk maken. En dan huppata, broodje erbij en klaar. En dan kan ik om 12 uur in ieder geval de wezen waar ik zijn moet. Ik moet de papieren nog klaarmaken, die moet ik ook allemaal mee. Ja. Een hele toestand eromheen, ja. Niet leuk, niet. Maar oké. Ik zou zeggen, jullie horen me later wel weer. Ik kan jullie niet meenemen, want dat mag gewoon daar niet. Nee, en het hoeft ook niet, dat hoef je niet te zien. Nee, dat is voor mij, dat is privé. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, daar ben ik eindelijk weer een keer. Ja, vandaag nog maar één keer gefilmd, dat was vanochtend, ja. Ik heb heel veel gedaan.
van de ene kant naar de andere kant gevlogen met mijn scootmobiel. Ja. Eerst, jullie weten het, hè? Borstkankeronderzoek. Nou, geen pretje dat. Nee, altijd. Je wordt in allerlei bochten en dingen gewrongen en gedaan. Dat ja, daar heb ik nou weer vreselijk pijn van mijn onderrug van. Ze wou eerst even dat ik bleef staan. Ik zeg, hoe wil je dat hebben? Want hoe moet ik mij omdraaien? Ik zeg, ik zit als het ware nu half op mijn stok. Ik zeg, doe het niet, val ik om. Ik zeg, maar ik moet rechtop staan. Ik zeg, dat lukt hem niet. Ik zeg, omdat ik half op die stok zit. Nou, dan moet hij op een stoel. Ik zeg, ja, ik zeg, dat heb ik altijd al gedaan. Ik zeg, dus ja, zet me maar op een stoel. Dus ik op een stoel, maar dan brengt ze hier nog in allerlei bochten. Dus ik ben gaar. Ja, ik ben gebroken. Maar oké, ik moest gisteren eigenlijk al. Moest ik niet ochtendurine, maar gewoon normale urine. Het maakte niet uit of ik al gegeten had of wat dan ook. Moest ik naar de dokter brengen. Maar daar kwam ik gisteren niet aan toe. En ik had ook niet een dingetje om het erin te doen. Nou had ik dus op de terugweg bij die witte wagen vandaan. Want het is een witte wagen waar je in zit. Even naar het apotheek en daar heb ik een speciaal potje gekocht. Dat heb ik erin gedaan, toen heb ik het vanmiddag weer weggebracht. En toen zat ik gelijk ook vlak bij een winkel waar ik bijna nooit kon, dat is zeer zeldzaam. Maar daar moest ik even wat halen en dat was de Lidl. Ja, dus daar ben ik ook geweest, ben ik weer thuis gekomen. Ik heb net de boodschappen dus ervan opgeruimd. En ja, ik heb nog geen vlog in elkaar gezet. Ik heb net mijn derde bak koffie van vandaag. En de tweede film. En ik ben zo flauw als ik weet wat. Dus neem me lekker even een beetje chips. Dat ik even, wat dat, ja, even die flauwte wat weg kan eten. En dan doe ik de computer aan. En dan gaan wij een vlog in elkaar zien te krijgen. En dan weer naar YouTube brengen en dan naar Facebook, kijken wat ik daar kan doen. En dat morgen allemaal wel weer. Daar. Oh, dat rode ding is schoon. Die kan ik gelijk weer opruimen. Hup. Voilà. En wat eten we vanavond? Nou, dat is ook jaren geleden dat ik dat gegeten heb. Het is simpel, het is makkelijk, maar wel lekker en goedkoop. 99 cent, nee, twee van die dingen. Nou, dat behoor je eigenlijk in de oven te doen, maar dat doe ik niet. Ik doe het in de magnetron. Waarom? In de oven wordt het hard, krijg ik het niet weg. En in de magnetron is het net zo lekker en dat blijft zacht. Ja, krijg ik het weg. Maar het is wel net zo lekker. Ik heb iemand anders die at hem ook bij ons. Zegt, mag ik eens een stukje uit de magnetron proeven? Ik zie natuurlijk. Dus ook een stukje uit de magnetron geproefd. Hij had dan twee kleine stukjes van de oven en magnetron. Hij zegt, het smaakt in principe, de smaak is net zo lekker. Enkel uit de magnetron is het knapperig, hard. En dan moet je tanden kiezen voor hebben. Hij zegt, maar magnetron is net zo lekker, enkel het is zacht. Ja, nou, en? Maakt dan niet uit, maar het is wel lekker. Ha! En dus, er komt vanavond lekker. Hé, Kadabi. Hallo. Jo? Oh ja? Oh, is het zo? Is dat zo, kerel? Ja? Is het zo? Ja, dus lieve vrienden, dan weten jullie eventjes van hoe en wat. En ik moet zo meteen om 4:00, ik moet om 4:00, moet ik de huisarts bellen en kijken hoe en wat. Ja. En ik ben uitgekleed geweest voor de helft, dat weet je toch wel weer. Dan sta je maar in een klein rothokkie om je eigen weer aan te kleden. Nou. Maar dan moet ik eventjes bellen, kijken hoe en wat. En ik hoop,
Het doet pijn, dus ja, ik hoop, ik hoop niet dat ik dat ze niks zien, want ik heb liever dan dat ik geholpen word aan die pijn dan, hè? Want het doet pijn met plassen, nou ja, dat is ook niet fijn. En ik moet ook om de haven klappen. Ik kan soms niet eens niet mijn rondje afmaken, dus sta ik al heel nodig. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geen lekkere praatjes. En hoeveel leven we eigenlijk? 5. Ik vergeet dat ding steeds te zetten. Dinsdag was het 3 dan. Woensdag was het 4. Donderdag is het 5. Moet hij wel draaien willen. Ja, dat was het ding. Ja, de kalender in de wc heb ik ook gedaan. Mijn schoonzus is sowieso deze maand jarig. De 14e. Onze Jan van Dam is deze maand jarig, op dezelfde dag. Het is een dubbele dag voor mij. Want op die dag is mijn schoonmoeder ook overleden. Voor 3 jaar terug. Dus dat is 3 jaar geleden. 27 november. Dat die is heen gegaan. En dan is Jan van Dam ook jarig. Dus ja, een dubbele dag. Maar oké, ook die komen we wel weer door. Ja, zonder tegenstribbelen, hè? Ja, wat is een meisje? Kom eens, kom eens. Kom dan eens. Nee, kom hier niet. Kom jij niet? Pas verdikkie. Pas verdikkie. Dan kom je niet. Kom maar daar. Rijka. Rijka. Oh, jij spelen willen. Je hebt genoeg speelgoed op de bank, oké. Truffeltje. En je jeuk aan de rug. Hm? En toch, je hebt geen vlooien. Nee, ik snap jou niet. Ik zal zo meteen even kammen, misschien losse haartjes, hè? Kriebelen ook, zeg maar. Maar vlooien heb je niet. Nee. Of je komt, want op je buik loopt niks. Nee, helemaal 2 keer niks. Nou ja, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze voor de rest. En ik spreek jullie straks nog wel een keer. Waarom blijf je niet staan? Zo. Dus komt goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot later.